Vijf uur? Ja? Nou, vijf uur mensen, dan gaan we beginnen. Met de live bierproeverij. Vanaf Facebook zijn we live. Vanuit de brouwerij. Gaan we vier bieren proeven samen. He, nu het advies is thuis te blijven allemaal. Dachten we, nou ja, dan komen we naar jullie toe. Via deze livestream. We gaan vier bieren proeven samen. Het is even goed om te weten dat het vooral belangrijk is dat het gewoon gezellig is. We gaan samen lekker vier bieren proeven. Er zullen mensen kijken die heel veel van bier af weten. Er zullen ook mensen kijken die niet zoveel van bier af weten. Dus we gaan gewoon echt het verhaal van de bieren meegeven. Het verhaal van de brouwerij. En echt een beetje de basiskennis van onze bieren. Het is de bedoeling dat iedereen mee kan doen. Daarom hebben we ook deze vier bieren gekozen. Deze vier bieren die we gaan proeven. Kun je eigenlijk bij je plaatselijke slijterij of bij alle supermarkten wel krijgen, zodat iedereen mee kan doen. De volgorde waarop we gaan proeven is deze volgorde. We gaan beginnen met de zatte, dan ons lentebier paasei, dan ons witbier eiwit en dan de IPA. Dus we gaan niet van licht alcoholisch naar zwaar, maar we hebben deze keuze echt gemaakt op smaak. He, zodat het bier wat we proeven niet te veel invloed heeft op de smaak van het bier wat daarna komt. Toevallig is het ook de volgorde waarop ze zijn geïntroduceerd door de jaren heen. Ja, jullie mogen je bier alvast uit de koelkast halen. Het is namelijk niet fijn als het te koud is met proeven. Als het ietsje warmer is, mag wel 6, 7 graden mag het wel zijn. Zeker met dit weer is 7 graden wel oké. Dan komen de aroma's nog beter tot je namelijk. Eén flesje per persoon is voldoende, maar je kan zeker ook één flesje met z'n tweeën delen. Dat is meer dan genoeg. Je mag één flesje drinken, prima, maar dan is het behoorlijk wat in zo'n proeverij, vier flesjes. Tijdens het proeven ga ik jullie wat meer vertellen over het bier en over de brouwerij. Anders zitten jullie de hele tijd te wachten met zo'n biertje voor je tot ik uitgepraat ben, dat is niet de bedoeling. We gaan nu ook zo het eerste bier openmaken en tegelijkertijd ga ik er met jullie meer vertellen erover. We zijn online. Ik doe dit samen met Daisy, de cameravrouw, mijn collega van marketing. Dus jullie kunnen vragen stellen in het uur. Het is juist leuk om een beetje te sparren en wat meer interactie. Anders sta ik er helemaal alleen voor. Maar ja, jullie kunnen vragen stellen. Jullie kunnen laten weten wat je ervan vindt, wat je proeft. Dus ja, het lijkt me hartstikke leuk. Laten we het eerste bier opentrekken. Het is 5 uur geweest. Vrijdagmiddag. Goeie vrijdag. Lekker paasweekend voor de deur. Dus laten we het doen. Belangrijk met het proeven is wel dat je eerst even ruikt. Als je eerst de geur tot je neemt, komen die aroma's je al tegemoet. Daarna een goede slok. Dan kun je het bier het beste beleven. Als je het echt heel serieus goed wil doen, moet je glas goed schoon zijn. Geen vetresten of ook geen zeepresten, dus na het reinigen goed spoelen. Anders slaat je bier heel snel dood. Dus eerst even ruiken, dan een goede slok. Vrijdagmiddag. Ik denk dat dit een leuk moment is om even te vertellen over de geschiedenis van brouwerij Het Ei. Het is namelijk het eerste bier van Het Ei. Hier is het allemaal mee begonnen. Dit is onze klassieker. In 1985 is Casper Peterson, de oprichter van Het Ei, begonnen met de zatte en de natte. Een dubbel en een triple. Hij was hobbybrouwer. En ja, hij kreeg er steeds meer lol in en steeds professioneler en de bieren werden steeds mooier. En zijn vrienden zeiden ook van, goh man, daar moet je echt iets mee doen. Dus toen is hij op zoek gegaan naar een grotere locatie. En is hij terechtgekomen hier in het oude badhuis. Dit is badhuis Fune. Tot 1980 in gebruik als badhuis. Want het is zo, zeker hier in Amsterdam-Oost... hadden veel huishoudens nog geen warm water. Dus die konden niet een warme, goede warme douche nemen thuis. En die kwamen dan eens in de week of twee keer in de week hier om een keer echt even goed te douchen. Dus vrij recent, hè, tot 40 jaar geleden.
komen hier regelmatig ook mensen aan de bar die dan voor ons vertellen, goh, als klein kind kwam ik hier met mijn ouders om te douchen. Dat is eigenlijk niet zo heel lang geleden. 1985 is Casper hier begonnen met brouwen. Dus dit pand heeft 5 jaar leeg gestaan voor het als brouwerij in gebruik werd genomen. En de gemeente Amsterdam was heel blij dat dit een nieuwe functie kreeg, in plaats van dat het hier stond te verpauperen. Dus Casper heeft een hele mooie deal gemaakt. Het heeft kunnen kopen voor 1 gulden toen de tijd. Dat verzin je nu niet meer. Maar hij heeft een hele mooie deal eruit kunnen slepen. En voor 1 gulden, een symbolisch bedrag, dit hele pand gekocht. En het bleek dan ook een hele mooie locatie om te gaan brouwen. Omdat het voor die douches natuurlijk al helemaal betegeld was. Er waren veel connecties voor water. Een goede afvoer. En er stond hier op de eerste verdieping ook al een stoomgenerator. Allemaal perfecte omstandigheden om te implementeren in zijn brouwerij. En hier is het dus begonnen met de Zatte. Dat bier wat jullie nu proeven, is het eerste bier van de brouwerij. Casper was fan van die Belgische stijlbieren. En dat zie je ook wel aan de eerste 4 bieren van het ei, waren van 6,5% tot 9% alcohol. Echte wat zwaardere bieren. Toen de tijd werd er alleen maar pils gebrouwen in Amsterdam. Dus hij was ook de eerste speciaalbierbrouwerij hier. Nog heel even over de molen. Dat is niet misselijk namelijk. We zitten hier onder een molen. Een hele iconische plek daardoor. En het stikt hier van de toeristen. We willen allemaal heel graag een lokaal bier drinken onder een molen. Dit is Molen de Gooier. Staat al zo'n 2 eeuwen op deze plek. De hoogste molen van Nederland. En ze moesten natuurlijk zo hoog bouwen omdat die boven de huizen uit moest steken. Vandaar dat dit de hoogste molen van Nederland is. We hebben het zelfs in ons logo staan, de molen. En dit is ook proeflokaal de molen. We hebben nog een proeflokaal hier in de stad. Sinds vorig jaar, midden in het Vondelpark. Proeflokaal het Blauwe Theehuis. Helaas allebei gesloten nu. Maar nogmaals, vandaar dat we vandaag de bierproeverij samen doen. Even terug naar de Zatte. Het eerste bier van het ei dus. En hier is het allemaal mee begonnen. Ik ben benieuwd of jullie al kunnen proeven welke smaken erin zitten. Maar ik heb het al een beetje voorbereid hier. Dit bier is gebrouwen met 2 soorten mout. Vooral heel veel pilsmout. Blonde pilsmout, daar ontleent het ook zijn blonde kleur aan. En een heel klein beetje tarwemout, dat is meer voor de zachte smaak van het bier. Daarnaast zitten er 3 soorten hop in. Maar hele kleine hoeveelheden, waardoor die bijna niet naar voren komen. Voor de kenners, Cascade hop is een fruitige hopsoort. Styrian Golding. En Zaas hop, is een beetje een standaard hop met een beetje aardse smaak. Maar nogmaals, die smaken komen bijna niet naar de oppervlakte. Omdat er heel weinig van in zit. Dus dit is echt een moutgedreven bier. Dat hoort ook bij een triple. Een triple is een klassieke bier uit België. Een klassieke stijl bier. En die moet ook blond zijn. Die mag ook niet te bitter zijn. Moet tussen de 8 en 9% alcohol zijn. Dus er zijn wat oude Belgische traditionele eisen aangesteld aan het bier. Dit is echt een triple. Wij noemen het ook een triple. Omdat het echt volgens die Belgische stijl gebrouwen is. En aan die eisen voldoet. Tegenwoordig heb je het liever over licht blond, zwaar blond. Of licht donker, zwaar donker bier. Dat is iets specifieker. En omdat er zo weinig hop in zit en heel veel mout, hè, want hoe meer mout, hoe meer alcohol je kan genereren. Dit is een zwaar bier van 8%, dus heel veel mout. Vooral heel veel pilsmout in gebruik, waardoor je die granen naar voren komen. Als het goed is, als je ruikt, ruik je fruitige geuren, maar ook de granen. Komt omdat er zoveel mout in zit. Maar toch een heel toegankelijk, clean en crispy, zwaar blond bier. Echte triple. Op rondleidingen krijg ik trouwens vaak de vraag van wat is nou een triple? Is dat 3 keer vergist of zo? Dus misschien ook even leuk om uit te leggen. Een triple, wat ik al zei, is een oude, traditionele, klassieke stijl bier. Uit België. De trappistenbrouwerij Westmalle is daar ooit mee begonnen. Dat is echt een zwaar blond bier gebrouwen.
En andere Belgische brouwerijen begonnen dat over te nemen. Op een gegeven moment is dat internationaal geaccepteerd. En veel brouwerijen gingen zwaar blond bier brouwen. En zagen dat, of ja, noemden dat dus een triple. Vandaar dat iedereen nu de naam triple vaak gebruikt. Je hebt ook een dubbel. Dat is meer een donker bier, tussen de 6 en 7% alcohol. Dus ook een Belgische stijl bier. En triple wil zeggen dat er 3 keer zoveel mout in zit. Vroeger een 3-dubbele storting mout bedoelden ze daarmee. En een dubbel was een dubbele storting mout. Dus dat zegt iets over het alcoholpercentage. Want nogmaals, hoe meer mout, hoe meer alcohol. En een triple moet dan blond zijn, tussen de 8 en 9%. Niet te kruidig, niet te bitter. En een dubbel is een donker bier en moet tussen de 6 en 7% alcohol zijn. Ook aan bepaalde bitterheid voldoen. Dus vandaar die oude Belgische eisen. Maar ja, hey, Casper is begonnen echt met die Belgische stijl bieren. Vandaar dat wij ook een dubbel en een trippel in ons assortiment hebben. De eerste twee bieren van het ei. Nogmaals. We zijn live, dat is best wel spannend, voor ons ook voor het eerst. Maar je kan dus ook comments plaatsen en laten weten wat je van het bier vindt. We kunnen even het oude badhuis inlopen, ons proeflokaal. We zijn natuurlijk gesloten, maar we zijn nu druk met een grote verbouwing. Dus we zitten niet stil, we gebruiken deze tijd juist om ons proeflokaal een hele nieuwe frisse opknapbeurt te geven. Zodat we straks, als we weer open mogen, weer een goede frisse start kunnen maken. Nou, je ziet het, alles is helemaal opnieuw geschilderd. Plafonds zijn gereinigd en opnieuw gewit. Zelfs de bar is helemaal uit elkaar gehaald. Er wordt helemaal gereinigd en opnieuw in elkaar gezet. Opnieuw geverfd, opnieuw gelakt. Binnenkort gaat de vloer helemaal opnieuw gelegd worden. Dus ja, dan maken we even mooi gebruik van nu. Dit is nog wel een leuk detail. Dit is nog van het oude badhuis. De oude gescheiden dames en heren ingang. Ik weet niet of we het kunnen laten zien. Moeten we heel even naar buiten. Ondertussen genieten jullie gewoon van de zatte natuurlijk, hè, hoop ik. We gaan zo weer door naar het volgende bier namelijk. En hier kan je zien... Van het oude badhuis, de gescheiden dames- en manneningang. Wat ook leuk is, om te vertellen dat als je hier het water over gaat, dan zit je in Amsterdam-Oost. We zijn hier nog in het centrum, dus we zitten echt op het randje van het centrum zitten we hier. En als je hier het pad afgaat, dit is het Zeeburgerpad, dit is nummer 1. Op nummer 55 zit onze grote productielocatie. En daar wordt echt alles afgevuld op fles en op fust voor de markt. Hier wordt ook nog steeds gebrouwen. We hebben ook dezelfde brouwinstallatie staan, alleen daar is hij 2 keer zo groot. Daar hebben we een 40 hectoliter installatie en hier een 20 hectoliter installatie. En hier wordt dus ook nog steeds gebrouwen, maar alleen voor het proeflokaal. En het mooie van ons eigen proeflokaal is dat we hier ook testbrouwsels kunnen brouwen. Dus nieuwe recepten. Super leuk voor de brouwers om te oefenen en te trainen en te experimenteren. Dus hier hebben we altijd wel 4 bieren op in het assortiment, buiten het vaste assortiment. Volgens mij moeten we het volgende bier gaan doen. De paasei. Ik heb het hier een beetje voorbereid. Dat is mijn opener nog daar. Nou, ik kan hem ook zo openmaken. Maakt niet uit. Zo lukt het ook wel. Dus we gaan hem eerst even openmaken. We mogen weer uitschenken thuis. Even goed ruiken. En dan een lekkere slok. Dan kun je het bier het best beleven.
Dit is onze lentebok. We hebben bij het eind 3 seizoensbieren. Casper Peterson, de oprichter, heeft de eind jaren 80 ook al 3 seizoensbieren geïntroduceerd. Dat laat ook weer zien dat hij een echte pionier was hier in Amsterdam op het gebied van speciaal bier. Namelijk eibok voor de herfst. We hebben eindejaars voor de winter. En paasei voor de lente. Hey, het is nu lente, dus het is nu in de proeverij superleuk om de paasei uit te kunnen schenken en te proeven. Alleen maar verkrijgbaar in maart en april. Ik hoor ook vaak mensen zeggen dat ze de paasei niet kennen. Maar ja, dat komt omdat die zomaar even verkrijgbaar is in het jaar. Persoonlijk voor mij een van mijn favorieten. Hij is echt lekker kruidig en wat zwaarder. En toch ook fris. Mooi uitgebalanceerde lentebok. Ik zou zeggen, geniet er lekker van. En misschien een mooi moment voor mij om even iets meer uit te leggen over de mout. Een van de 4 basisingrediënten. Dit bier is namelijk gebrouwen en weer met de pilsmout, blonde pilsmout, karamout en een beetje tarwemout. Voor alle bieren is deze mout, de blonde pilsmout, de basis. Dat geldt voor alle bieren. En mout, dit is gerstemout, moet ik misschien even uitleggen hoe ze er mout van maken. Van die gerstemout maak je namelijk mout door het naar een mouterij te brengen. En in die mouterij is vrij eenvoudig, gaan ze dat bevochtigen, waardoor het gaat ontkiemen. Dus mout is eigenlijk ontkiemde gerst. En dat proces moeten ze ook weer stoppen, omdat we niet willen dat die plant groeit, maar alleen die ontkieming plaatsvindt. Dus dat proces moeten ze dan ook weer stoppen voordat de plant groeit. En dat doe je door te drogen met lucht. Als je dan met gewone lucht droogt, krijg je deze blonde pilsmout. Hier maak je ook blond bier mee. En hier zit ook veel zetmeel in, want tijdens die ontkieming, dat is het belangrijke van die ontkieming, wordt er zetmeel gevormd. En die zetmeel is belangrijk in je brouwproces, want die zetmeel wordt weer omgezet in suiker. En later wordt die suiker opgegeten door de gist en alcohol van gemaakt. Dus die zetmeel hebben we vooral nodig. Hier zit ook een beetje karamout in, dus gekarameliseerde mout. En dat creëer je door in die mouterij een beetje te branden. Dus dan gaan ze dat drogen met hete lucht. Dan gaat het een beetje karamelliseren. Ik weet niet of ik het goed kan laten zien. Dit is echt blond en dit is een beetje gekarameliseerd. Hier krijg je ook donker bier van. En ook zeker een zoetere karamelsmaak in het bier. Onze natte, de dubbel is een goed voorbeeld ervan. Doen we heel veel karamout, proef je ook echt die karamel terug in het bier. In de paasei hebben we een beetje van die karamout gebruikt. Waardoor je die licht amberkleurige bier licht amberkleurige kleur in het bier krijgt. Er zit een beetje tarwemout ook in en dat zorgt weer voor die zachte smaak. Maakt het weer wat meer smooth. Je hebt ook nog roastmout. Dat zit niet in een van de bieren die we vandaag proeven. Ik kan het wel even laten zien. Ik heb hier nog maar een voorbeeld van die roastmout. Kijk, dit hebben ze in die mouterij gewoon echt verbrand. En deze mout gebruiken we in bokbieren of in van die stouts, die hele donkere bieren, wordt wat meer van die roastmout gebruikt. Maar nogmaals, die pilsmout is de basis voor alle bieren en met andere soorten mout kun je extra toevoegen om te spelen met kleur en ook zeker moutsmaak van het bier. Met deze mout bijvoorbeeld krijg je echt cacao, koffieachtige smaken in het bier. Ik ben benieuwd wat jullie proeven. Dit is echt een veel kruidiger bier. Kruidig, bitter en zacht. Als het goed is, is dat wat jullie proeven. Er zit namelijk een hopsoort in, perlehop. En perlehop is een bittere hop, maar die geeft ook een heel fruitige smaak af. Kruidige smaak af juist. Dus het is echt een heel frisse lentebok. Kruidige, frisse lentebok. En de frisheid krijg je van korianderzaad, wat er een beetje in zit, gemalen korianderzaad, voegen we toe tijdens het koken. En ook een klein beetje zoethout voegen we ook toe tijdens het koken. Dus er zit een klein zoetje in en de kruidigheid van de hop en de frisheid van korianderzaad en ook al onze gist geeft die fruitige smaken af.
Zijn er al vragen via de comments binnengekomen of nog niet? Ja, dus ik zou zeggen, geniet even rustig van de paasei. Gaan we zo door naar het volgende bier. En kan ik nog iets vertellen over het apparaat wat hierachter staat. Dit is namelijk de eerste processtap van het brouwen. En dan ga je die mout ga je hier openbreken, zodat die zetmeel vrijkomt. En dat kun je niet zomaar malen. Dat moet heel secuur met een soort wals die die moutkorrel echt in tweeën breekt. Waardoor ook het huidje, zeg maar het vliesje, heel blijft. Dat is heel belangrijk. Want dat zorgt later in je brouwproces voor een soort natuurlijk filter. En daarom moet je met zo'n wals de moutkorrel in tweeën breken. Maar vooral zodat die zetmeel vrijkomt en dus kan worden omgezet in de eerste brouwketel tot suiker. Het is een bier van 7%. Vrij zwaar, maar je merkt het. Dus eigenlijk wel geldt dat voor al onze bieren. Ze zijn heel toegankelijk en heel doordrinkbaar. Ook de wat zwaardere bieren drink je eigenlijk vrij makkelijk weg. En dat vinden wij heel belangrijk. Dus ons vaste assortiment. We hebben nu 14 soorten bier bij Brouwerij Het Ei. Ja, zijn eigenlijk allemaal heel toegankelijke bieren. Ook de paasei. Lekker fris. Eindelijk weer lente. We willen de mensen graag een lekker fris, fruitig, toch wat kruidig bier, kruidiger bier. Veel vragen over de naam. Ei, paasei, zatte, waar komen ze vandaan? Die eerste twee bieren, natte zatte, dat zijn dus echt Belgische benamingen. Dat heeft Casper expres gedaan om duidelijk te maken aan de Amsterdammers van hey, kijk eens, dit is geen pils, dit is Belgische stijl bier. He, want hij was de eerste speciaal bierbrouwerij hier. Dus ook met die namen heeft hij duidelijk gemaakt dat het Belgische stijl speciaal bier is en geen pils. Paasei, vernoemd naar, met een lange ei geschreven, omdat onze brouwerij vernoemd is naar de rivier. Het ei, achter het Centraal Station, van west naar oost heb je de rivier Het Ei in Amsterdam. Van noord naar zuid heb je de Amstel, maar die naam die was al vergeven. Dus Casper dacht, dan ga ik met de naam Het Ei, Brouwerij Het Ei aan de haal. En in het begin had hij wel vaker leuke benamingen bedacht. Zo eiwit, met een lange ei geschreven. Paasei, eibok, eindejaars. Ja, Casper vond het leuk om met die gimmick met een lange ei ook in zijn biernamen te verwerken. Wij zijn er inmiddels mee gestopt. Maar Casper vond het wel leuk, vandaar ook. Paasei met een lange ei. Vaak krijg ik ook vaak de vraag, en waarom nou die struisvogel dan? Maar dat komt omdat het vroeger in Amsterdam had je meerdere pilsbrouwerijen en die hadden heel vaak een vogel in het logo. En Casper wilde graag die traditie voortzetten. En in de jaren 50 had je hier vlakbij op de hoogte Kadijk, vlakbij Artis, de Gekroonde Valk was in de jaren 50 een van de grootste brouwerijen in de wereld. Het zwaantje, het duifje, het ooievaartje heb je ook nog steeds, van die liqueuren en de jenevers. Ja, het waren vaak kwaliteitsproducten uit Amsterdam die een vogel in het logo gebruikten. Vandaar ook die struisvogel. Casper vond het een grappig beest. En in ons logo zit natuurlijk het ei. Veel mensen zien dat ook niet eens, dat dit een ei in het logo helemaal verwerkt is. En ons motto, leef met je kop omhoog. We kennen allemaal het fabeltje van de struisvogel. Vandaar ook het grootste struisvogel, of het grootste ei, struisvogel-ei, zie je dus overal terug in ons logo en onze benamingen. Maar het is vooral een oude Amsterdamse traditie om een vogel in het logo te gebruiken. Ik neem gewoon een lekker slok en dan gaan we door naar het volgende bier, denk ik. Oh, en kijk eens, we hebben hier dus ook een mooi pakketje samengesteld. Want we dachten misschien is leuk als jullie een foto van jezelf maken hoe je nu erbij zit met deze proeverij thuis. Als je die deelt en ons erin tagt, dan onder de leukste foto kunnen we dit pakket verloten.
Leuke trui, mooi bierpakket, glas en de opener. Die neem ik even mee voor een volgende bier. En we kunnen er nog wat sokken bij doen. We hebben tegenwoordig ook mooie ijsokken. Ik weet niet of je dat kan zien. Doen we die ook nog erbij. Voor de leukste foto. Dus tag ons, deel het. Dan, ja, lijkt me leuk. Gaan we naar het derde bier van deze proeverij. Namelijk onze eiwit. Eiwit is echt een wit bier. En het laatste bier van Casper Peterson. Ik zou zeggen, trek hem vast open. Dit is het laatste bier van Casper Peterson eigenlijk. In 2002 geïntroduceerd. Daarnaast de brouwerij overgenomen door Bart en Patrick, de huidige eigenaren. Maar Casper heeft nog een eiwit geïntroduceerd in 2002 dus. Weten veel mensen ook niet. Het is pas de laatste 3-4 jaar eigenlijk heel populair geworden, de eiwit. Ook verreweg ons meest populaire bier nu. Het is zelfs zo dat mensen vragen of ik bij brouwerij eiwit werk tegenwoordig. Dus zo populair is hij al. Ik zou zeggen, proost. Geniet lekker van de eiwit. Zeker met dit weer komt hij mooi tot zijn recht. En zal ik zo wat meer vertellen over het bier. Veel vragen waarom het zo snel gaat. Oh ja? Misschien heeft het iedereen meegekregen dat ze bier kunnen delen. En dat... Nou ja, precies. Als je één flesje per persoon drinkt, dan gaat het vrij snel, ja. Maar je kan ook prima een flesje delen met z'n tweeën. Past het misschien iets meer in deze proeverij. Hè, het is een proeverijtje. Normaal doe je 15 centiliter glaasjes in een proeverij. Dus vandaar dat het een beetje snel gaat. Jullie moeten meer vragen stellen. Kunnen we de tijd misschien een beetje meer rekken? Oh. En waar kunnen ze de foto delen? Als je ons maar tagt erin. Hè, Facebook, Instagram ook. Hashtag brouwerij het ei met het.nl. Voluit geschreven. Dan kunnen wij een keuze maken uit die foto's voor de leukste foto. Eiwit. Gebrouwen met twee soorten mout. Dat is ook het kenmerk van wit bier. Met veel tarwemout. Nogmaals, die standaard pilsmout. En tarwemout. Dit keer heel veel tarwemout. Dat is ook het kenmerk van wit bier. Heel vroeger in die oud-Hollandse taal noemden ze tarwe ook wit. In het Duits zeggen ze weizen, in het Engels zeggen ze wheat, hè, wheat ales. Allemaal wit bieren. Ik moet wel vertellen, onze eiwit is echt een wit bier. Het is geen weizen. Het verschil tussen weizen en wit bier is het feit dat een weizen echt volgens die oude Duitse strenge regels, volgens het reinheidsgebod, gebrouwen moet zijn. En dat wil zeggen dat het alleen maar gebrouwen mag zijn met de 4 basisingrediënten. Dus alleen maar met hop, water, mout en gist. Wij hebben ook kruiden toegevoegd in de eiwit. Ik weet niet of jullie het al kunnen ruiken of terugproeven. Maar hier zitten echt hele citroenen in. Met schil en al pureren we dat en voegen we toe tijdens het koken. En er zit ook gemalen korianderzaad in. Die kruiden, die voeg je altijd pas het laatste kwartiertje van het kookproces toe. Je wil het even meekoken, zodat al die aroma's vrijkomen. Maar ook weer niet te lang koken, want dan kook je die smaken weer kapot. Maar hier zitten dus al citroenen en korianderzaad in. Voor een wit bier is onze eiwit echt wel een zwaar wit bier, 6,5%. Voor een wit bier is dat echt wel hoog in alcohol. Maar dat geeft hem juist weer een mooi body. Dat is ook het succes van de eiwit, denk ik, dat hij perfect gebalanceerd is. In frisheid, fruitigheid, maar toch ook de body door het alcoholpercentage. En de tarwemout, ja, die zorgt ook voor die troebele kleur. He, wit bier is altijd wat troebeler. Dat komt door die tarwemout. Die bevat meer eiwitten en die zorgt voor die troebelheid. Die vlokken uit in het brouwproces en die, ja, die maken het bier iets waziger. Maar het belangrijkste tarwemout is dat het bier een zachtere smaak geeft.
Eiwit is echt het hele jaar door goed, vind ik. Door het alcoholpercentage ook prima in de winter te nuttigen. En doen we ook proeverijen en rondleidingen aan als corona weer voorbij is? Zeker. Wij hebben hier in dit proeflokaal altijd standaard rondleidingen. Voor dagjesmensen die in de buurt zijn of op Amsterdam komen bezoeken. Namelijk vrijdag, zaterdag en zondag om 3:30 in het Engels en om 4:00 in het Nederlands. Kost 10 euro, krijg je een biertje erbij en een rondleiding van ongeveer 1/2 uur in de brouwerij. Daarnaast geef ik ook rondleidingen dus voor horeca. Hè. Uit heel Nederland komen de restaurants of cafés op bezoek die ons bier schenken en uit interesse iets meer over de brouwerij en de bieren die ze schenken, ja, iets meer kennis in huis te hebben. Die zijn altijd welkom en verzorg ik rondleidingen voor ze, vaak op maandag of op vrijdag. Dus zeker. Zullen we even de brouwerijen lopen? Kan ik daar nog even de brouwerij laten zien? En gaan we straks alweer naar het laatste bier. Je ziet wel dat dit is echt als een originele muur van het badhuis vroeger. Hier en daar hebben we nog originele muren waar zelfs de zeepbakjes nog in de muur zitten. Dus echt van die leuke details van het oude badhuis vroeger. We hebben dit zo'n 6 jaar geleden gerenoveerd en helemaal opnieuw opgeknapt. We kregen toen ook een nieuwe brouwinstallatie, dus precies dezelfde brouwinstallatie als in de andere brouwerij. Deze komen uit Tsjechië vandaan. En omdat deze brouwinstallatie wat compacter was dan de oude brouwinstallatie, konden we de hele proeflokaal ook opnieuw inrichten. En hebben we het een beetje in die oude stijl, een beetje die jaren, ja, wat is het, 60, 70, look hebben we behouden. En het proeflokaal zelf hebben we toen uit kunnen breiden. Hier brouwen we dus 2000 liter en hebben we 9 tanks, vergistingstanks en lageringstanks. He, dus waar het in moet vergisten en waar het bier nog 2 weken in moet rijpen, hebben we 9 van die tanks van 2000 liter staan. En hier in de kelder hebben we 1000 liter tanks die rechtstreeks op de bar zijn aangesloten. Dus met 1 zo'n batch bier kunnen wij 2 van die tanks vullen beneden in de kelder. En ja, die gaan rechtstreeks naar de taps toe in ons proeflokaal. Ook hier kan je zien dat zelfs de hele bar uit elkaar gehaald is en alles grondig gereinigd wordt. Oh, hier is ook nog heel leuk. Ik weet niet of je die oude flesjes in beeld kan brengen. Hier zie je bijna het verhaal van Brouwerij het IJ langskomen. Kijk, dit is echt een van de eerste flesjes zatten. De zatten en de natten, de eerste 2 bieren, allebei in 1985 geïntroduceerd. Columbus en Struis zijn er toen nog bijgekomen. In 87, 88. De 3 seizoensbieren. Bok, eindejaars en paasei die we net geproefd hebben. En je ziet het, die ruit is altijd al geweest. Dat is heel herkenbaar voor Brouwerij het IJ, die ruitvormige etiket. We zijn op een gegeven moment naar stickers gegaan, dat kun je ook hier zien. Vroeger was het papier, zijn we naar plastic stickers gegaan. Vonden we eigenlijk heel jammer. Dus we zijn uiteindelijk toch weer teruggegaan naar papier, omdat het veel ambachtelijkere uitstraling heeft. Wel veel betrekkelijker, omdat die machine met lijm werkt en iedere dag grondig gereinigd moet worden. Maar ja, wel echt veel, veel mooiere uitstraling.
Wat ik al zei, we brouwen hier ook regelmatig limited editions. Misschien een kleine teaser. Ik zie hier de juicy staan, dus er komt weer een nieuwe special aan binnenkort. Misschien gaat het erg snel, maar we zijn er weer toe aan het laatste bier. Het is ook een proeverijtje, hè? Het is geen uitgebreide drinksessie. Het is echt een live bierproeverij. En we gaan het beginnen of we eindigen met een van de meest bittere bieren. Het is ook het eerste bier wat we met Bart en Patrick hebben geïntroduceerd. Bart en Patrick, de huidige eigenaren, waren op vakantie geweest in Amerika. En in Amerika waren ze toen al veel langer IPA's aan het brouwen. En IPA wil zeggen heel hoppig bier. Dat hadden we nog niet in Nederland. Heel sterk bitter en heel fruitige smaken. Dus toen wij dat bier gingen brouwen in 2012, was het ook de eerste IPA in Nederland. En dat het toen een hele nieuwe categorie bier is, hele andere smaken, hebben we ook het etiket aangepast. En ook een wat meer trendy label geïntroduceerd. Al onze bieren zijn ook prima van fles te drinken tegenwoordig. De wat zwaardere bieren schenk je liever uit, maar de eiwit, rond de 5 tot 6%, 7% alcohol kun je prima uit fles drinken hoor. Wat ik al zei, IPA is een heel hoppig bier. Vaak heel bitter. Hoeft niet per se, maar wel extra veel hop. En dit is hop. Hop zijn eigenlijk de bloemen van een plant. Die geeft, de hopplant geeft groene bloemetjes. En je hebt heel veel soorten hop. Het is namelijk of een bitterhop of een aromahop. Je hebt heel veel verschillende smaken, maar het is altijd of een bitterhop of een aromahop. En de bittere hop die zorgt voor bitterheid van het bier. Die koken wij lang mee in het brouwproces, wel 75 minuten. Dat moet ook om al die olie en harsen vrij te krijgen. Maar je hebt ook aroma hops, die hebben dan weer niks met bitterheid te maken, maar veel meer met smaak. En die doen we of het laatste kwartiertje van het koken, net zoals de kruiden en dat soort dingen die je het laatste kwartier meekookt. Dus meer voor smaak van het bier. Heel vaak heeft een hop een soort citrusachtige smaak. Ook in dit bier hebben we een hele fruitige hopsoort gebruikt. Ik ben benieuwd of jullie hem al kunnen proeven. Welke citrusvrucht echt goed naar voren komt in het bier. Dus een IPA is vaak heel veel hop gebruikt. En het leuke is dat je ook hier hop kan toevoegen. Dit is dus het eind van het brouwproces, deze tanks. En dat gebeurt heel vaak met IPA's, dat je een dry hopt. Dat heet dry hopping. Je hebt eigenlijk drie soorten hoppen. Hopping, dat betekent het lang meekoken van hop. Late hopping is het laatste kwartier meekoken van een aroma hop. En je kan ook nog dry hopping, dat is net alsof je een theezakje in de thee hangt. Hang je de hop hier in het bier. De laatste fase van het brouwproces. En dat is super leuk om te doen, omdat het dan extra veel smaak en geur aan het bier geeft. En dat heb je vaak met IPA's. Wij hebben hier een cascade hop toegevoegd. En als het goed is, ruiken en proeven jullie ook die echte grapefruit smaak. Dat is die cascade hop, die geeft echt een grapefruit smaak af. Een nadeel van hier hop toevoegen is wel dat die smaak snel vervliegt. En daarom moet je een IPA zo vers mogelijk drinken tegenwoordig. Omdat die smaak gewoon snel achteruit gaat. He, als je hop meekookt, daarom is het gebruik om hop mee te koken, blijven die smaken wel lang in het bier. Als je het hier toevoegt, is het heel leuk omdat het nog meer smaak meegeeft en nog meer parfum. Maar ja, die smaak gaat snel achteruit en daarom moet je een IPA zo vers mogelijk drinken. In deze IPA hebben we wederom een klein beetje karamout gebruikt.
van die gekarameliseerde mout. Dit is een bier van 6,5%. Vroeger was hij trouwens 7%. We dachten meer alcohol nodig te hebben om hem echt meer smaak te geven. Maar het is eigenlijk niet zo. Ook met hop kun je juist heel mooie smaken creëren. En hebben we hem iets naar beneden gebracht in alcohol. 6,5%. Om hem toch iets toegankelijker te maken. Onze bier is 6,5%. In de andere brouwerij brouwen we 4000 liter. Hebben we ongeveer 700 kilo mout nodig. 700 kilo van die pilsmout om 6,5% alcohol te bereiken. We doen daar maar een klein beetje van die karamout in. Die karamout of die mout wordt geleverd in 25 kilo zakken. We doen één zo'n zak karamout erin. En ik weet niet of jullie thuis dat nog kunnen zien, maar die zatte en die IPA, dat kleurverschil komt door één zak, zatte en IPA, dat kleurverschil komt door één zak karamout. Dus 25 kilo op 700 kilo merk je al een kleurverschil. Gaat die van blond naar een klein beetje oranje. Twee vragen. Waar komt de dame vandaan op het etiket en waarom zijn er andere etiketten in Ruitvoor? Wat ik al zei, toen we deze IPA introduceerden in 2012, was dit in Nederland een hele nieuwe stijl bier. Hele nieuwe, hippe categorie bier. En ook qua smaak compleet anders dan onze range bier, omdat die veel bitterder was, veel fruitiger. Ja, en dan dachten we, dan gaan we met het label ook gewoon helemaal een nieuwe stijl label. En we wilden heel graag een sexy rockchick met tatoeages. En dat is dit label geworden. Vroeger was het label wel ook een ruitje, maar dan werd de dame wel heel klein en viel dat een beetje weg allemaal. Dat vond ik eigenlijk zonde. Dus speciaal voor onze IPA's. We hebben ook tegenwoordig een session IPA sinds vorig jaar. Dat wil zeggen een IPA maar lichter in alcohol. Heeft ook dit label, maar dan in een gele kleur. Dus ja, wie weet komt er wel een hele range IPA's. Maar vandaar dat het label anders is dan al onze andere bieren. En, er waren twee vragen, zei je? Oh. Ja, en waarom het ruitje? De ruit heeft Casper Peterson ooit geïntroduceerd. Vroeger was ons master logo, dit logo, was een rondje. Maar een jaar na Bart en Patrick de brouwerij hadden overgenomen, hebben we onze labels en ook het master logo even in een nieuw jasje gestoken. En dus ook het master logo in de ruitvorm gemaakt. Ja, en die ruitvorm is heel herkenbaar, dus dat is echt wel, belangrijk ook wel eigenlijk voor onze brouwerij. Wat is het verschil tussen een session en een IPA? Een session, dat staat voor laag alcoholisch bier. Je hebt tegenwoordig veel sessions, veel session ales, session IPA's. Het laatste jaar, anderhalf jaar, zijn die echt in opkomst. Want er is een heel groot publiek die echt wel de smaak van het speciaal bier wil, hè. Dus veel aroma, maar niet na één of twee bieren al licht in je hoofd zijn. Over het algemeen is speciaal bier wel zwaar. Tegenwoordig zie je veel meer die licht alcoholische speciaal bier. En het woord session, ja, dat stamt eigenlijk af vanuit de Eerste Wereldoorlog. Toen had je die grote munitiefabrieken. Er werd heel hard gewerkt om die munitie in elkaar te zetten. En in de pauzes, korte session breaks noemen ze dat, dronken de mensen graag alcohol. Of bier. Graag een biertje. Maar dat moest natuurlijk laag in alcohol zijn, omdat ze daarna, na die korte drinksessies, weer aan het werk moesten met het gevaarlijke munitie. Dus dat was heel laag in alcohol, 1,5%. Dat noemden ze vroeger session breaks. Vandaar dat tegenwoordig session ales of session IPA's staan voor bieren licht in alcohol. Onze session, ik kan hem even erbij pakken misschien. Is dus 4% alcohol. Hier nog een korte teaser, kleine teaser van de Blondie. Want waarom is Blondie op blik? We hebben een nieuw bier op blik, namelijk Blondie. Zou je binnenkort ook wel in de supermarkt kunnen vinden.
op blik afgevuld, omdat blik eigenlijk nog een betere conserveringsmethode is voor bier. Vooral de ingrediënt hop is heel gevoelig voor licht. Die smaken vallen uit elkaar door zonlicht. Dus vandaar dat die flesjes ook bruin zijn. Hè, donkere flesjes met een lichtinval hebben in het bier. Omdat die smaken snel achteruit gaan dan. In blik heb je dat niet, waardoor het bier nog beter geconserveerd is. En daarnaast is het gewoon stoer om een mooi blikje te ontwerpen. In Amerika zie je bijna alle speciaal bieren op blik. In Nederland begint dat nu te komen. Voor ons is het een beetje een inhaalslag. Er zijn al veel meer brouwerijen die bieren op blik afvullen ook. Wij vonden het ook echt heel leuk om vooral een nieuwe categorie bier op blik af te vullen. En blond bier hadden we nog niet. We hebben wel flink, maar dat is meer een pale ale. Veel meer hop georiënteerd. En onze blondie is veel meer een mout gedreven bier. Echt een soort Belgische stijl gebrouwen blond bier. Van 4,8%. Dus wel wat lager dan een traditioneel blond bier uit België. Die zijn meestal rond de 6%. Deze is 4,8%. Om hem lekker fris en toegankelijk te maken. En Juicy IPA, kun je daar iets over vertellen? Juicy IPA, dat is onze nieuwe limited edition. Wat ik al zei, we brouwen hier regelmatig specials. Echt heel leuk om te doen, naast het vaste assortiment nieuwe bieren te introduceren. Wat ik al zei, hier heel vaak een special op de menukaart te staan. En als die echt heel goed gelukt zijn, dan kunnen we zeggen, we gaan hem ook groter brouwen in de andere brouwerij. Hier aan het Zeeburgerpad gaat die dan op fles worden afgevuld. Hè? Dan laten we ook een nieuw label maken. En dan wordt het een soort van officiële limited edition. Dat doen we 2-3 keer per jaar. En nu is de Juicy. Een Juicy IPA die eraan komt. Een IPA van 6%. Met heel veel fruit. Er zit heel veel grapefruit in toegevoegd. En sinaasappel. Dus een extra fruitige IPA van 6%. En die zal eind voorjaar, begin zomer worden geïntroduceerd, denk ik. Volgende week. Volgende week al? Ja. Oké, volgende week wordt die geïntroduceerd. Nieuwe limited edition, de Juicy. Ik denk dat wij aan het einde zijn gekomen van onze proeverij. Of zijn er nog wat vragen die nog niet beantwoord zijn, misschien? Waarom gaat het proeflokaal altijd zo vroeg dicht? En of we dit elke vrijdag kunnen doen? Dat weet ik niet. Misschien kunnen we het wel een vervolg aan geven, dit iedere vrijdag een beetje veel. Maar misschien moeten we nog een keer live gaan binnenkort in een andere vorm. Misschien een vragenuurtje voor de brouwer. Live met de brouwer erbij, dat we nog dieper op de materie in kunnen gaan. Maar de andere vraag, waarom we om 8 uur al dicht gaan, dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Van 2 uur tot 8 uur zijn wij open, wel 350 dagen in het jaar. Maar we hebben hier geen keuken. We mogen hier wel langer open, volgens mij hebben we licentie tot 1 uur 's nachts en in het weekend 3 uur 's nachts. Maar het is echt een proeflokaal. Het is geen café, we hebben hier ook geen muziek. Het is echt om kennis te maken met onze bieren. Daarnaast is die capaciteit hier van de brouwinstallatie ook niet heel groot. Als wij tot laat open zouden gaan, dan zou het bier misschien wel opraken. Een andere belangrijke reden is zeker ook dat er zit hier heel veel horeca in Amsterdam-Oost die ons bier schenken op de tap. En hier kun je het relatief goedkoop drinken, het eibier. Dat vinden we ook belangrijk. Je zit hier aan de bron, ga je ook niet de hoofdprijs vragen. Dus als wij hier langer open zouden zijn, zouden we misschien wel klandizie afpakken van al die cafés. Dat willen we ook niet. We willen juist, nu gaan ze om 8 uur vanuit hier, juist die horeca hier in Amsterdam-Oost in. Plus, wij schenken vrij zware bieren hier. En dan zou de sfeer heel anders worden om 3 uur 's nachts of om na 12. Dus dan zou je hier security neer moeten zetten. Dan krijg je een hele andere vibe. En het is echt een proeflokaal. Dus vandaar van tegenwoordig 12 uur al open trouwens. Sinds kort gaan we om 12 uur open. Kunnen we ook een kleine lunch aanbieden. Dus nu zijn we open van 12 tot 8. En waar kan je die trui kopen? Deze trui op onze webshop kun je hem kopen. Hier in het proeflokaal kun je hem kopen.
Maar als je naar www.brouwerijhetei gaat en dan naar webshop of de i-shop, kun je deze trui vinden en kun je voor 3 tientjes aanschaffen. Maar je kan hem ook winnen, hè? Als je je foto deelt van vandaag, hoe je erbij zit, thuis, met vrienden, op het balkon of in de tuin, dan kun je een leuk pakket winnen. Met een mooi bierpakket, een glas, een opener, een trui, deze trui dus, en nog ijssokken erbij. Als je de leukste foto deelt en ons erin tagt, dan maak je kans op die leuke prijs. Ik denk dat dat hem was. Dus ik zou vooral zeggen, stay safe. Zorg goed voor elkaar deze tijd. En leef met je kop omhoog.